Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Ja, Gert-Jan Kasten, op een heel mooi plekje op Urk staan we hier om toch eens even te kijken hoe de voorbereiding van SV Urk gegaan is. Want aanstaande zaterdag, het debuut in de derde divisie. Hoe kijk je terug op de voorbereiding? Nou ja, met heel veel zorg. We hebben een zwaar programma gedraaid met moeilijke wedstrijden. We hebben zo goed en zo kwaad als dat kon met de groep en de spelers die we hadden, hebben we wat proberen te trainen. Ja, we hebben eigenlijk amper conditioneel kunnen werken. Door een korte periode met wedstrijden, maar ook toch veel afwezig door vakanties. En gedurende de voorbereiding natuurlijk de selectie wat aangepast. Wat mensen erbij gekregen, dat is wel plezierig. Maar hoe wij er echt voor staan, ja, ik durf het op dit moment eigenlijk niet goed te zeggen. Ik proef toch wat zorg. Ja, je spreekt het ook zelf uit. Zijn je heel nadrukkelijk bezig geweest vorig jaar, uit toen jij kwam, met data-analyses. Op derde divisieniveau vraagt het allemaal wat meer. Dus over vetpercentages, over conditie, over afstanden lopen in wedstrijden en trainingen. Jij hebt dus gezegd, op het moment dat ze niet voldoen aan die data die ik stel van tevoren, ja, dan moeten ze toch even een stapje terug doen om weer aan dat niveau te kunnen voldoen. Verwacht jij dat er spelers zullen zijn, zoals ik jou hoor, door de omstandigheden die daar om die reden tijdelijk af zullen vallen? Nou, je valt niet af. Hè, maar op het moment dat je 1 september niet voldoet aan de norm die voor jou gesteld is. Hè, en dat is een norm die hebben we per persoon bepaald. En dat zijn ook geen gekke normen. Hè. We vragen geen wonderen. Hè. Gewoon reële getallen die bij jouw persoon horen. Hè, en iemand van 1,40 meter die voldoet ergens anders aan dan iemand van 2 meter. Dus daar wordt allemaal keurig rekening mee gehouden, maar als je niet voldoet, ja, dan ga je tijdelijk bij 2 of bij 23 trainen, totdat je weer op het gewenste niveau bent wat gevraagd wordt bij Urk 1. En, maar vooral ook, want ik ben de boeman uiteraard, want ik ben degene die dat allemaal beslist en ze erop afrekent. Maar wij spelen gewoon derde divisie. En we hebben deze voorbereiding 1 keer tegen een ploeg uit de hoofdklas gespeeld. Die hebben dik gewonnen en goed gespeeld. Maar alle wedstrijden tegen de divisionisten hebben we kansloos gespeeld. Dovo gelijk spelletje, maar overal geen wedstrijd gewonnen. En dat geeft aan hoe hoog het niveau is waarop wij gaan acteren. En ja, daar moet iedereen in mee. En dat is een bewustwording, dat is mindset, dat is privé eten- en drinkgedrag aanpassen. Dat is op gewicht zijn, dat is goed voorbereiden aan je training beginnen. Dat is blessures goed genezen, dan wel voorkomen, dan wel goed laten behandelen. Dat is extra oefeningen doen als je bepaalde klachten hebt qua spieren, waardoor je sneller op een blessure kan uitdraaien. Ja, lang verhaal kort, er wordt heel veel gevraagd. En wij proberen dat de staf zo goed mogelijk af te dwingen. En die data-analyses kunnen er leidend in zijn of je even een stapje terug moet om weer op niveau te komen? Die zijn leidend, want die zijn feitelijk. Weet je, als ik jou op een weegschaal zet en er staat 80 kilo, zeg ik, nou, je bent een mooie lengte, 1,85, dat is prima, Peter. Als daar staat 100 kilo, dan zeg ik, nou, Peter, misschien te veel. Iets te veel van het goede voor het niveau waarop wij spelen. Want nogmaals, het gaat me niet om de persoon. Want ik vind ze allemaal even lief. Wij moeten gewoon topprestaties gaan leveren. Elke week, 34 keer aan een stuk. Er komen nog bekerwedstrijden bij. Er komen door de weekse wedstrijden bij. We spelen voor de winterstop minimaal 3 keer door de week. Dus dan speel je 3 keer in een week. Er wordt gewoon echt heel veel van die gasten gevraagd. En ja, dan moeten we daar gewoon heel streng op zijn. Jij hebt bewust gekozen om toch een vrij zwaar oefenprogramma op papier te zetten voor afval. En dat, ik noem het even, dat zijn ook leerwedstrijden. Wat heeft jouw selectie of de spelers, met name hebben ze moeten leren en hebben ze nu geleerd uit die wedstrijden die jullie gespeeld hebben? Nou ja, dat bijvoorbeeld het baltempo omhoog moet. In de hoofdklasse kunnen we wel eens een dribbel maken op het middenveld. Nou, zaterdag ook weer, dan wordt er een dribbel gemaakt op het middenveld en dan wordt de balverlies geleden. En dan binnen 3 ballen ligt de bal in het netje achter strijker. Nou, dan zie je weer dat balverlies gewoon heel snel op de loer ligt als je met de bal gaat lopen. Dan ben je hem gauw kwijt, want tegenstanders zijn ook snel fit en proberen druk te zetten. Heel anders dan vorig jaar, dat de meeste tegenstanders gewoon inzakten en maar gingen wachten op wat Urk ging doen. We waren 9 van de 10 keer de bovenliggende partij. Nu hebben we tegenstanders die zelf allemaal een goede ploeg hebben met een eigen idee, dus het wordt een hele andere benadering. Nou, en je ziet ook dat als ze dan die bal veroveren en wij staan niet goed in de restverdediging, dat het ook een goal tegen is. Nou, je zegt zelf leerwedstrijden, nou, dat is het dan ook. Waarom spelen wij tegen die zware tegenstanders? Omdat je dan afgestraft wordt.
word je niet afgestraft. Zoals tegen Buitenpost, die hadden ook 2-3 omschakelmomenten, maar die maken geen goal. Vervolgens komen wij met 2-0 voor en zeggen ze allemaal, oh, goed gespeeld eerst zelf, klopt. Maar toch ook Buitenpost 2 keer alleen voor de keeper. En Rijnsburg die propte 7 in. Ja. En Buitenpost die missen. Dat is het verschil, het mooiste verschil in die leerwedstrijden. Dat je ziet van waar we vandaan komen, dat is niet meer de norm. Wij moeten de lat zelf nu omhoog brengen. Ja, en daar probeer je ze mee te confronteren. En je moet alleen voorkomen dat het in hun koppen gaat zitten van, oh, wacht even, we verliezen elke keer. Als ik nou 2 woorden noem, handelingssnelheid en organisatie. Zijn dat hele belangrijke termen die voor de komende weken gaan gelden om toch een redelijke start te kunnen maken in die derde divisie? Ja, maar ook gewoon zelfvertrouwen. Want wij hebben kwalitatief gewoon echt goede spelers. Daar sta ik voor. Kan ook niet. Wij worden kampioen in een sterke hoofdklasse met Genemuiden, met Volendam, met Eemdijk, met Berken. Dus wij hebben echt goede spelers. Alleen hebben ze ook dat geloof in eigen kunnen. En zijn ze bereid om hun max te bereiken. Dus elke sporter moet zijn eigen prestatie steeds omhoog brengen. Ik zat vanmiddag nog naar Femke Bol te kijken. Nou, die loopt dan een 400 meter en in die laatste 100 meter lag ze geloof ik 100 meter voor. Weet je, dat soort sporters die zijn elke keer bezig met een 100ste sneller te lopen als het moet. En als het kan. En een 100ste is heel weinig, maar in die sport heel veel. Nou, en mijn spelers moeten eigenlijk datzelfde gedrag gaan vertonen. En vooral zelfvertrouwen uitstralen, want daar... Dat mis ik wel eens. Ik ben vrij hard en ik kan ook cynisch zijn, daar weet je alles van. En dan denk ik wel eens van, ja, ben ik dan te hard? Aan de andere kant denk ik ook van, hey, zo'n speler moet daar ook tegengas op geven van, hey, ik laat me dat niet zeggen en ik zorg even dat die trainer ongelijk heeft. Ik vind eigenlijk dat ze nog wel eens... Zichzelf moeten bewijzen. Nou, maar ze zijn vaak beter dan ze zelf denken. Ja. En dat is denk ik de grootste stap die we moeten zetten. Nou, liet jij net het woordje selectie vallen. Ja, ik zeg, je hebt een redelijk brede selectie. Als je naar derde divisieniveau kijkt, is het die, nou, niet al te breed, maar het kan. Is die kwalitatief ook sterk genoeg voor de derde divisie? Nou ja, we hebben natuurlijk vorig jaar in de winterstop Lucas Tol erbij gekregen. Dit jaar krijgen we Jan Rast erbij. Hessel heb ik natuurlijk zwaar op ingezet dat hij toch doorgaat, is me nou vanochtend toegezegd. Dus die scoop die was er al even, maar die stoppen we ook hier even in het interview. Dus dat is kwalitatief natuurlijk een injectie voor de vereniging Urk. Als je geen spelers kunt halen, maar je hebt 3 zulke eigen jongens die toch doorgaan. Ja, dat is natuurlijk voor de hele vereniging een pracht. In de breedte nou, kan het sterker. Aan de andere kant lopen wel 6-7 hele grote talenten. Waar wij en ik voorop heel veel vertrouwen in hebben. Alleen is dat al goed genoeg voor de derde divisie? Daar zet ik een vraagteken. Maar op lange termijn zeg ik 100% ja. Hoe ga jij die jonge talenten, je hebt Lucas Tol noem je, ik noem ook Andreas Genodde, ik noem Hoekstra, dat zijn toch allemaal... Joel Tol, Rick de Boer, Ieder Deentjes, Johannes Schrijf, zijn eigenlijk allemaal nog jonge gasten. Zijn die jongens al in staat om gewoon een heel seizoen op niveau derde divisie te spelen? Of zeg je van, ik moet daar toch eens goed over nadenken hoe ik ze inbreng? Nou, sommigen kunnen dat al. En iedereen, Johannes Schrijven, zijn natuurlijk verder in dat traject. Die zijn eigenlijk al basisspeler, volwaardig. Sommigen hangen ertussen. Hè, spelen wel elke week, maar nog niet 90 minuten. En sommigen kloppen nu op de deur. Joel Tol is een mooi voorbeeld. Die hangt ertussen? Nou, op dit moment hangt er Lucas Tol ertussen. Kwalitatief hoort hij absoluut bij de beste. Hè, maar qua fysiek en qua inhoud moet hij nog een stap zetten om volwaardig 90 minuten te kunnen spelen. En wie klopt op de deur? Ja, zijn broertje, Joel. Dat is, dat vind ik toch wel... Ik heb favorietjes, dat mag eigenlijk niet, maar die heb ik gewoon. Die spreek ik altijd uit. Maar Joel is een A-junior. Die komt dit jaar vanuit de A1 komt hij zo in het eerste. Ja, iedereen weet dat ik fan van hem ben, maar iedereen kan ook zien dat hij inhoud moet kweken. Want hij doet eigenlijk alles wat ik van hem vraag. Alleen na een kwartier is hij moe. Ja, en dat is het verschil tussen jeugdvoetbal en het eerste elftal en dan ook nog het eerste elftal op divisieniveau. En daarom is het voor de club ook een geweldige ontwikkeling dat een onder de 23 en een A1 en een B1, ja, ik praat nog ouderwets, onder 19, onder 17, maar goed, dat die jeugdteams eigenlijk allemaal gepromoveerd zijn. Waardoor de weerstand hoger wordt en onze onder de 23 gewoon eerste divisie gaat spelen. Onze onder 19 tweede divisie gaat spelen. Dan gaat het tempo omhoog, dan worden ze meer uitgedaagd en dan krijg ik dus hopelijk een nog betere aanwas met dus meer inhoud. Want de inhoud van die jonge jongens, ja, dat is op dit moment gewoon onvoldoende voor waar wij gaan spelen. Als ik jou goed hoor, zeg je van per individu ga ik bekijken hoe ik
dat talent, dat die jonge speler, brengt. En dan heb je dus het verschil tussen Lucas Tol en een, misschien Ieder den Dulk die al verder is. Dat zijn de jonge jongens. Dan heb ik naar de ervaring, want op zich heb je natuurlijk een spelersgroep ook met heel veel ervaring. En nou, laat ik een voorbeeld geven. In het centrum heb je straks 4 mensen staan. Die we alle hebben drie, er 2 staan. En dat is Klaas Kramer, dat is Ieder den Dulk, Dick Hakvoort en Benny Dunning. Ja, je moet straks keuzes maken. Welke 2 ga je daar neerzetten? Dus moet je 2 mensen teleurstellen. Heb je al een keuze erin gemaakt? Dat is mijn eerste vraag erover. Ja, ik heb een keuze gemaakt voor zaterdag. Ja. Voor zaterdag. Het is dinsdagmiddag, maar de basisopstelling is al bekend bij mij. Ja. Bij jou is die bekend. Ja. Nu moet je dus slecht nieuwsgesprekken gaan voeren met 2 mensen die eigenlijk ook de kwaliteit hebben. Ik weet niet of we nou al een slecht nieuwsgesprek gaan voeren, maar... maar wij communiceren open en eerlijk. Dus spelers... we hebben sowieso de afspraak dat iedere speler die wil, die kan ten alle tijden bij mij komen. Wel altijd even na de wedstrijd, dus op maandag of dinsdag, niet op donderdag voor de wedstrijd. Heb je al met die spelers gesproken over de mogelijkheid dat? Nee, ze hebben allemaal eerlijke kansen gehad. En op een gegeven moment ga je wel keuzes maken. We hebben gisteren shuttle run test gehad, dus we krijgen nog even de laatste resultaten morgen qua fitheid. Ik wil ook wel even duidelijk maken dat zaterdag een prachtig affiche is voor ons. Ja, wat openen tegen de nummer 2 van vorig seizoen. Wat echt een topploeg was, Sparta Nijkerk. En is. Met schitterende spelers. Ik heb al even stiekem naar de namen gekeken. Maar dat is een lust voor het oog, sommigen. Als dat affiche daar is, dan is dat prachtig. Maar het is maar 1 wedstrijd. Ja. Dat wil ik er eigenlijk mee aangeven. Wij moeten 34 keer. En door de slechte voorbereiding, vind ik, die we gedraaid hebben... En wat beter had gemoeten, maar moeten we ook eerlijk zijn en nou niet alles op de eerste wedstrijd zetten. En daardoor zoveel schade oplopen dat we achter de feiten aan komen te lopen. Dus ik bewaak ook de lange termijn. Dus het gaat te ver om te zeggen dat er een oefenwedstrijd is. Want wij spelen thuis onze eerste wedstrijd voor de competitie tegen een topploeg. Nou, dan gaan we met hopelijk veel publiek, en dat verwacht ik, dan gaan we daar echt maximaal voor een resultaat. En gaan we maar ik ga wel de fitheid erbij pakken van wie is er binnen mijn ideeën over voetbal. En je weet wat dat is, aanvallen enzovoort enzovoort. Wie kan het op dit moment goed aan en wie wat minder. Dus het kan zijn dat ik op korte termijn een andere keuze maak dan dat uiteindelijk de basisopstelling wordt. Okay. Dus het kan best zijn dat we zaterdag toch met 1 of 2 anderen spelen. En dat we over de week of 4 met elkaar aan tafel zitten. En dat je zegt van hey, nu langzamerhand komt er toch een andere elftal uit de hoede. Ja. De namen zijn al even gevallen die heel goed zijn in de selectie om die breed te maken en kwalitatief. Dat is Jan Ras, dat was al langer bekend. Vandaag Hessel Snoek. Door jouw inzet en door de technische commissie. Nou, eigenlijk de hele club. De hele club. Dat Hessel zegt, ik ga minimaal nog een jaar door. Eerst Jan Ras. Wat kan hij voor meerwaarde zijn? Wat moet hij betekenen in jouw elftal? Ja, met Jan zie je dat zowel het de fitheid, de techniek, maar vooral de inspeelpas. Als je ziet hoe hij een bal inspeelt, ja, daar hou je van als trainer. Je bent ook wel eens op de training geweest en dan brul ik alleen maar harder. Dan gaat het niet om, dan gaat het om die bal. Die moet steeds harder ingespeeld worden. Daar wordt je aanname moeilijker van, maar een goede strakke bal is makkelijker aan te nemen. Dat klinkt gek, maar dat is zo. En hij beheerst dat allemaal. Dus in zijn technische vaardigheid en ook nog met een linksbeen hebben we dus meer variatie aan de linkerkant. Dus wij kunnen daar met Rikert Jan Brans, met Jan Ras, met Rikert Neentjes, met Lucas Tol, hebben we daar heel veel mogelijkheden ineens. Aan de rechterkant had ik die mogelijkheden al, met Schrijven, Nagel, met Ieder Neentjes, Lucas Graal. Ja, dat betekent dus dat je gewoon veel meer variatie in je aanvalspel kunt brengen. Vorig jaar vond ik ons te eentonig. En Jan Ras moet er vooral voor zorgen dat wij van achteruit dynamischer zijn over meerdere schuiven. En dan de verrassing van vandaag voor de buitenwereld. Ik heb het tegen jou al eerder gezegd. Ik had verwacht dat hij ietsje later zou aansluiten, maar hij komt vanaf vandaag, donderdag, traint hij weer mee. Hessel Snoek. Ja. Begrijpelijk, want iemand met zoveel kwaliteit is het zonde dat hij niet op het veld staat bij de eerste selectie. Wanneer kan hij weer, is hij weer inzetbaar? Ja, donderdag traint hij voor de eerste keer mee. Ik verwacht eigenlijk heel snel. De afgelopen seizoen raakte hij bij Eemdijk vervelend geblesseerd. Wij dachten een botbreuk. Uiteindelijk werd dat een soort breuk met versplintering van bot. Toen zat hij 1 wedstrijd heel zenuwachtig op de tribune tegen HZVV. En toen zegt hij de week erop, maar ik ga gewoon weer trainen, want dit is niks voor mij. En de dokter had toch echt gezegd 4 tot 6 weken. En 2 weken later zat hij alweer op de bank en viel hij weer in. Dus ik verwacht hem heel snel terug, dat is 1. 2,
Het is nou niet zo dat Hessel Snoek ons gaat redden. Maar wat wel mooi is met Hessel, is dat ik in de breedte voorin iets meer keus krijg. Want William was ook gestopt, de Pip. Hessel was gestopt. En dan werden het wel heel smalletjes. Dat Luke Stol die heeft de hele voorbereiding toch weer fysiek. Die belasting was nog iets te veel. Het waren 30 doelpunten die je toen miste. Nu zijn er toch maar 10 van de, ja, van de Pip. Ik verwacht niet dat hij er weer 20 maakt. Maar het was natuurlijk wel een zorgendingetje van ons. Iedereen zei ook, van, nou achterin het middenveld komt wel goed. Ja. Maar onze voorhoede was een zorgkind. Kijk, en Hessel zorgt ervoor dat ik weer meer mogelijkheden krijg in de breedte. Dat is één. We krijgen meer wedstrijden, we krijgen meer blessures, we krijgen meer schorsingen. Dus het is ook gewoon echt nodig. En het is nou niet zo dat wij hebben ze allemaal nodig en iedereen gaat veel spelen. En Hessel zorgt ervoor dat het niveau in de kern omhoog gaat, maar vooral in de breedte hoog blijft. En dat laatste vind ik eigenlijk nog belangrijker. Ja, hij moet een beetje stoppen, want het is een. Ik vind het een plezierig gesprek, laat ik dat voorop stellen. Gert-Jan, de doelstelling. Je bent op Mallorca geweest om het kampioenschap een beetje te vieren, zeg ik dan maar heel. Nou ja, zo was het gewoon. Heel goed. Ja, zo was het. Maar daar heb je natuurlijk ook alvast gesproken over het nieuwe seizoen. Wat is de doelstelling die jullie hebben, of die jij hebt, met dit Urk, met deze selectie die je nu hebt? Wat de doelstelling is die wij hebben, die vertel ik niet. Maar de buitenwereld snapt natuurlijk ook wel dat als Urk zich zou handhaven, dan zou dat voor het eerste jaar divisievoetbal zou dat voortreffelijk zijn. Want het is echt een gewenningsproces, dat merk je nu ook in de voorbereiding. Dat merk je in de aandacht, dat merk je in de weerstand. Tegenstanders die je nu structureel gaat treffen, dat zijn allemaal goede ploegen. Ik heb nou alleen even Sparta en eigenlijk de namen gezien. Dan zie ik als spelers, die kwam ik met HC al tegen de tweede divisie. Dat vond ik toen al de beste spelers van de tegenstander, die spelen nu gewoon zaterdag hier. Ja, dus het is ook voor elke voetballiefhebber een must om erbij te zijn. Als Urker moet je er zijn, maar ook als liefhebber. Dus ja, ik vind gewoon onze doelstelling moet zijn veilig spelen. En als dat gewoon lukt, dan moeten we echt een heel, heel tevreden indruk achterlaten. Alleen, je gaat de voorhand natuurlijk niet genoegen nemen met minder dan de winst zaterdag. Ik begrijp uit jouw opmerking. Ik hoop onze eigenlijk dat we misschien nog wel meer kunnen. Nou, ik hoop dat we meer kunnen. Maar reëel gezien, eerste jaar handhaven zou gewoon goed zijn. Goed zijn. Maar ik hoop zelf eigenlijk stiekem dat we iets meer kunnen. Dan een persoonlijke vraag naar jou toe. Wat is voor jou het komend seizoen de grootste uitdaging waar je voor staat? Daar heb je vast over nagedacht, want het is niet niks om met dit Urk derde divisieniveau te spelen. Groot compliment dat het gebeurd is, maar dan moet het ook realiteit worden. Wat wordt voor jou de grootste uitdaging? Nou ja, je weet, ik heb wel vaker met jou in de clinch gelegen over aanpassingen van systemen en of ik dan met 5 man achterop zou gaan spelen als de stand enzovoort enzovoort. Nou, ik pas me eigenlijk nooit aan de tegenstander, ogen dat ik nog aanvallender word. Zoals bijvoorbeeld tegen Eemdijk met 4 wissels en tegen Deto met 4 wissels. En nou, tegen Deto lukt het wel, tegen Eemdijk lukt het wat minder. Dat wordt mijn uitdaging. Mijn manier van voetballen, altijd aanvallend, altijd met veel mensen voor de bal, altijd drukzettend, altijd initiatiefrijk, altijd met veel energie. Publiek erachter die enthousiast wordt van het team. Ik zei ooit het eerste interview wat we hadden. Als er 400 staan, moeten er de week erop 10 meer zijn en zo moet er steeds meer publiek komen. Dat is ook gelukt. Dus als we mijn speelwijze in combinatie met veel publiek in de derde divisie kunnen gaan spelen en dat resulteert in handhaving, dan zou ik wel echt mega trots zijn op iedereen. Ja, heb ik toch nog één vraag. Dat is, hoog druk zetten is zo'n bekend begrip. Wordt die druk nog hoog of wordt die ietsje lager gezet? Ik denk dat de druk alleen dit seizoen op de trainer hoog wordt als we te vaak verliezen. Want dat gaat ook gebeuren. We gaan meer verliezen dan vorig jaar. En hoe gaan we daarmee om? Dat wordt ook een interessant proces. Maar het druk zetten, dat blijft als van ouds. Ja, dat hebben we zaterdag ook weer geprobeerd. En dan wordt het 7-1. Maar de nuance zit in 5 goals uit een corner en een vrije trap. Urk zal zeker thuis gewoon herkenbaar aanvallend voetbal willen spelen met hoog druk. En tegenstanders zullen daarop rekenen. En ik heb wel één nuance. Zoals tegen ACV gingen we echt voor hoog druk. En als je dan weggespeeld wordt, dan moet ik applaudisseren voor de tegenstander. En dat gaat dit seizoen gewoon een paar keer gebeuren, dat het ons niet lukt. En dan komen we weer bij de uitdaging. Mijn uitdaging is om ervoor te zorgen dat het wel lukt. Okay. Dankjewel. En veel succes zaterdag aanstaande. En natuurlijk het hele seizoen. Want het is niet alleen Sparta-Nijkerk. Er volgen daarna nog 33 andere wedstrijden. Ja, maar ik wil het Urk publiek wel oproepen. Dat heb ik bij de BCU ook al gedaan. Dat heb ik op het kampioensfeest gedaan. Afgelopen jaar kwam er steeds meer publiek. Aan het einde begonnen we eraan te wennen dat 1500, 2000 man op de vorm weer normaal was. Ja, maar ik hoop en ik verwacht ook dat we dit jaar structureel, ook als het wat minder gaat, toch voor zulke supportersaantallen spelen.
Want de sleutel voor ons succes ligt dit jaar wel op eigen sportpark. Okay. En dan moet het, dan moeten de mensen van Urk zich bewust van zijn. En die moeten ons er doorheen slepen als we het lastig hebben. Dankjewel. Alsjeblieft. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Ja, Iden Nentjes. Vorig jaar aan het begin van het seizoen was jij toch wel een beetje de verrassing van uiteindelijk wat uit de hoge hoed kwam, wat de basisopstelling betrof. Jij was de wingback, zoals dat zo mooi tegenwoordig heet. Hoe heb je dat toen allemaal beleefd? Ja, hoe heb je dat beleefd? Ik heb het beleefd als een jongensdroom. Wat je altijd je uiteindelijke doel is. En ja, dat is uitgekomen onder deze trainer. En dat is goed bevallen. En ook persoonlijk is dat me ook goed bevallen, want ik had nooit verwacht dat ik rechtsachter zou worden. Ja. Maar uiteindelijk is het dat wel geworden. Wat is dan in dat afgelopen seizoen voor jou het mooiste leermoment geweest? Waar denk je met heel veel plezier aan terug? Mijn doelpunt. Tegen AZVV? Ja, dat is misschien het mooiste moment voor mij persoonlijk. Als team natuurlijk de wedstrijd tegen Berken, dat we kampioen werden. Ja, dat was ook meteen misschien wel het grootste leermoment. Dat je ook wat meer diversiteit in de aanvallen kan brengen door middel van naar binnen of naar buiten. En zo wat minder voorspelbaar kan zijn. Nou heb je weer een voorbereiding op dit seizoen, hè? En dan derde divisie, dat wordt nog wat. Hoe is het voor jou het verschil in voorbereiding geweest? Want vorig jaar was het allemaal onzeker. Nu, ja, je was basisspeler en de kans dat je het weer wordt is zeker aanwezig. Mm-hmm. Hoe heb je deze voorbereiding beleefd? Nou, volgens staf en trainer zal dat minder zijn. Zelf, exact hetzelfde. Alleen de vakantie was wat later gepland, maar de voorbereiding begon ook wat eerder. Dus dat had er ook mee te maken, maar qua fitheid gewoon hetzelfde als vorig jaar. Was jij een van die spelers die op vakantie is gegaan tijdens de voorbereiding? Ja. En daar ben je op aangesproken, neem ik aan, of niet? Ja. Worden we nog steeds wel op aangesproken. Als je daar terugkijkt, zeg je van, nou, dat zal ik de volgende keer niet meer doen? Of zeg je daar anders over? Nou, niet meer doen. Kijk, wij hangen op Urk natuurlijk van een aantal factoren af. En wij doen, alle spelers doen ons uiterste best om het natuurlijk anders te plannen. Maar ja, deze keer was het niet anders. En vandaar dat het zo gepland werd. Nou, aanstaande zaterdag wordt dan de openingsduel in de derde divisie. Hè? Debuut voor heel Urk op derde divisieniveau. Mm-hmm. Wat verwacht jij zelf? Wat het voor jou betekent om op een stap hoger ook te presteren? Ja, op dit niveau voetballen is sowieso al mooi en helemaal voor Urk. Wat wordt er meer van jou verwacht? Ja, ik denk de intensiteit van het niveau. Het moet gewoon allemaal sneller, het niveau is hoger, het baltempo moet gewoon in de lucht. Ja. En wat is jouw persoonlijke doelstelling daarin? Persoonlijke doelstelling is nog fitter worden, sowieso. En misschien wat rustiger aan de bal nog. Ja. En zo goed mogelijk presteren voor het team. En jullie hebben als team natuurlijk ook een doelstelling afgesproken. Gert-Jan Karsten zei net van wij willen in ieder geval handhaven. Kun jij daar wat duidelijker over zijn? Ja, duidelijker. We willen voor handhaving gaan. En als we dan linkerrijtje zo mooi zijn. En dat hebben jullie ook uitgesproken naar elkaar toe? Ja, we hebben ook iets in die zin uitgesproken. Ja. Okay. Nou, dan nog één laatste vraag, Ieder. Je hebt vorig jaar dat proces meegemaakt als jonge speler die in die basis kwam. Dit jaar kloppen er weer wat jonge spelers aan de deur. Hè? Lucas Tol en Ieder den Dulk. Er zijn er wel meer die daar nu mee bezig zijn om een basisplaats te gaan veroveren. Nou, dat zijn eigenlijk ook al basisspelers. Wat is dan het, nog niet helemaal, maar het kan worden. Mm-hmm. Wat voor advies zou jij ze geven? Want die zitten nou in hetzelfde proces waar jij vorig jaar in zat. Ja, ik zat misschien nog in een ander proces, want ik was niet zo dicht bij de basis als hun. Maar ik denk, wat voor advies moet ik die geven? De kans komt zelf. En hun zitten er al zo dicht tegenaan en eigenlijk is het niveauverschil tussen basis en wissels is er niet meer. Dat maakt het ook mooi.
Oké. Okay. Nou, dankjewel Ide en heel veel succes. En zaterdag aanstaande als rechter, vleugelverdediger of wingback, zoals het zo mooi heet. Zo gaan we het maar noemen. Dat dacht ik. Yes. Succes. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Ja, Ide den Dulk. We staan aan de start van het nieuwe seizoen 2022-2023 van Urk 1. Vorig jaar heb je mogen proeven in nodige wedstrijden om in de basis te staan of als wisselspeler. Hoe sta je er nu in? Ja, nu dit is een nieuw seizoen, dus iedereen moet zich weer bewijzen. En, we beginnen met een nieuwe start en ik zal ook wat... wat fitter moeten worden, wat scherper misschien. En, iedereen moet zich gewoon opnieuw bewijzen uiteindelijk. En dat fitter worden, wat bedoel je daarmee? Nou, scherper? Gewoon weer wedstrijden spelen. We hebben nu weer een tijdje niks gedaan. En, de wedstrijdritme is er aan de ene kant wel een beetje uit. Maar zolang we door blijven trainen en straks weer wat meer wedstrijden spelen. Volgens mij moeten we ook een paar keer door de week binnenkort voetballen, dus daar worden we vanzelf fit van. En als je naar jezelf kijkt, hoe vind je dat jij het in de voorbereiding gedaan hebt? Zeg je van, die trainer Gert-Jan Kasten, die kan niet om me heen? Nou, ik begon wel lekker. De eerste trainingen waren we erbij, toen ben ik op vakantie geweest. En dat was ook doordat kon gewoon niet anders. En nu zijn we terug en nu, je merkt wel dat het wat minder is, maar we zullen weer keihard aan de bak moeten uiteindelijk. Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen van, op dit moment ben ik er nog niet aan toe. Klopt dat? Nou, dat wou ik niet zeggen. Kijk, als ik erin gezet word, dan sta ik er gewoon en dan ga ik gewoon op karakter. Maar wat vorig jaar was, dat is er nog niet, nee. Want daar in het centrum van die verdediging, hè, jouw plaatsje, daar staan vier spelers, die staan daar te trappelen. Ja, er kunnen er maar twee staan. Ja. En veronderstel dat hij nou deze week de boodschap brengt van, Ide, op het ogenblik even niet. En laten we even, ga je maar eens even voorbereiden op een periode dat het even wat minder is. Dus hoe reageert hij dan? Ja, dan blijf ik gewoon doortrainen en net zo lang mijn best doen totdat die kans er wel weer ligt. En zodat ik wel weer minuten kan maken. Oké. Okay. Nou, dat zijn dan in ieder geval goede vooruitzichten. En wie het gaat worden, dat zien we zaterdag aanstaande. Nog één vraag. Ga je volgend jaar ook een schitterend doelpunt maken uit een omhaal? kijk, ik loer er altijd wel op. Maar hij moet natuurlijk ook goed vallen. En het is heel lastig geworden. Dus, want vorig jaar heb je in je debuut bijna zo'n goal gescoord, hè? Ja, toen tikte de keeper hem nog net uit de kruising, jammer genoeg. Goed. Laten we dan hopen dat het dit jaar wel lukt en dat die keeper hem helemaal niet uit de kruising kan tikken. Veel succes en we zien zaterdag waar je eens bent, of in het veld, of nog naast Gert-Jan Kasten op de bank. Dankjewel. Ja, we zullen het zien tot zaterdag. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today.